Bezoekers van het Westlandse strand moeten vanaf zaterdag 13 april weer betalen voor een parkeerplek achter de duinen. De gemeente heeft een exploitant gevonden voor de drie strandslagen: Molenslag, Vluchtenburg en Beukel. De gemeenteraad heeft nog geen definitieve parkeerregeling voor de kust afgesproken. Dat besluit moet voor 2020 genomen zijn. Tot die tijd geldt het parkeertarief van afgelopen seizoen. Als de gemeenteraad over het parkeerbeleid debatteert, dan wordt er afgewogen of er überhaupt betaald parkeren moet komen en of er dan per uur of per dag betaald moet worden.